jongens, welkom bij de Hackalot 2019. We zijn aan het kijken hoe de beeldenbank in zijn geheel toegankelijk kunnen maken. Dus nu wat je doet is dat je een trefwoord intypt en dat je daarmee een query ontvangt. We zijn aan het kijken, kunnen we een interface maken waarbij je eigenlijk het geheel kan zien, alle afbeeldingen in het archief, als een soort kaart, om dan ook te kijken of je kan inzoomen daarop tot individuele afbeeldingen. Dat is het idee aan het begin van de avond. Ja. Heel veel resources die hebben een temporele dimensie en een geografische dimensie. Dus we zijn nu op zoek naar een manier om die tegelijkertijd in een mooie interface te tonen. We zijn nu vooral met de use cases bezig, een beetje kijken welke data zit er in bepaalde datasets. En op basis daarvan gaan we even kijken wat er mogelijk is met de bestaande tooling en wat we aan elkaar kunnen knopen qua software. Ja, wij zijn aan het kijken naar data die eigenlijk heel goed namelijk past in 3D-omgevingen. He, wat je in een reality bril ziet, is een 3D-omgeving waar je rond kan lopen. We hebben heel veel data die gericht is op geografische aspecten. Denk aan straten, netwerken. En dat willen wij dus gaan vertalen in een virtual reality wereld. En wij hebben een fotocollectie van Nationaal Archief genomen. Daar hebben we link data van gemaakt. En die gaan we koppelen aan een dataset van de Koninklijke Bibliotheek, de ANP Radiobulletins. Dat zijn twee datasets die eigenlijk over dezelfde tijdsperiode gaan. En de radiobulletins die gaan over belangrijke gebeurtenissen in Nederland. En die foto's gaan daar ook over. Dus de kans dat je matches gaat vinden tussen die twee is redelijk groot. En die gaan we dus visualiseren met zo'n app. Ik ben nu nog even helemaal aan het zoeken, want we hebben data, maar we moeten nog kijken hoe gaan we dat presenteren aan de gebruiker, wat gaat hij ermee kunnen, hoe is die interactie tussen de gebruiker en die data. En ik ben even teruggetrokken om even echt het creatieve proces te laten werken. We zijn een paar uurtjes onderweg en dit is eigenlijk waar we naartoe aan het werken zijn. Een soort overzicht van een hele visuele overload eigenlijk van alles wat er in onze beeldbank zit. We zijn nu de thumbnails aan het genereren, we zijn trefwoorden aan het matchen. En dat leverde enorm veel op. We hebben 126.000 matches daarmee. We zijn nu gewoon hard aan het werken en het gaat de goede kant op. Dus we hebben besloten om niet meer elk half uur samen te gaan zitten. Nou, dit is eigenlijk een beetje een stil moment in de nacht. We zijn meestal wel heel enthousiast over de hackalot en zo, maar je hebt van die momenten dat het even niet wil. Maar dit keer is een moment dat het eigenlijk wel gelukt is. Wat we aan het doen zijn is een dataset over Joden die afgevoerd zijn, onder andere uit Zutphen. En die mensen, als ze dan verlieten, werden hun huizen ook verkocht. En wat een soort van mooi is dat je, dit zijn verhalen, maar je kunt ze, je hebt er wel oorlogsverhalen over, maar de grootheid ervan is heel moeilijk te beseffen totdat je de data kunt zien. Nou, dat was wel het moment dat ik die visualisatie maakte van die verkoopprocessen. En hoewel de dagen niet precies goed zijn, zijn de jaren zeker wel goed. En als je dat dan... Als je dat dan ziet, dan komt het wel even binnen. Ja. Dus wat we proberen met de Link Data Browser is dat mensen dat ook echt op een display zouden kunnen doen. Ik vind het mooi aan musea, dan heb je bepaalde stukken en dan staat er een mooi kaartje onder met de beschrijving. Maar dan denk je, in de beschrijving staat iets over een volk of over een jaartal. En dan denk je, nou, daar wil ik meer over weten, maar op zo'n kaartje is het slecht klikken. En met die browser die we voor ogen hebben, kun je dan bijvoorbeeld op een familienaam klikken of een transport. En zo kun je maar door de data heen blijven klikken. En dat zou heel goed kunnen werken op een scherm. Ja.
Ja. Dus we zijn, voordat we daarheen gingen, begon ik een klein beetje in te kakken. Nu hebben we net een goede brownie gehad en een paar leuke liedjes gehoord. Nu gaat het weer iets beter. En ik denk dat ik wel echt ga juichen als we straks echt dat zoomen, wat je gewoon heel erg gewend bent bij Google Maps bijvoorbeeld, dat we dat straks opeens op de hele collectie kunnen doen. Ja, een neuraal netwerk maken in een nachtje, terwijl we dat nog helemaal nooit hadden gedaan, is wel dat is wel even pittig. Dus het is een hele hoop onderzoekwerk, maar we hebben er wel vertrouwen in dat we best wel iets moois kunnen neerzetten zometeen. De bedoeling is dat je het dan een kunstwerk geeft en dat hij dan wat attributen van het kunstwerk kan herkennen. En dan is hij getraind met die hele dataset en dan kan hij daaruit informatie halen. Ja, we zijn eigenlijk op dit moment eigenlijk bezig met een VR-toepassing rond de Stolpersteinen in Zutphen. Ik vind deze data heeft wel wat meer impact. Vooral als je... Het is eigenlijk een verhaal wat het is in die data. En vooral ook als je die combinaties maakt, dan krijg je een heel verhaal over hoe het toen was, wat er toen gebeurd is. Dat vind ik wel indrukwekkend eigenlijk. Daarom vind ik het ook mooi dat... Dat soort verhalen, staat nu op websites verstopt eigenlijk, of in databases verstopt eigenlijk, dus het is er wel. Maar ja, er is geen mens die dat ziet en als je het op deze manier houdt, dan heb je de mensen die hier uitermate in geïnteresseerd zijn, ja, die gaan wel naar zo'n website toe. Maar het gemiddelde publiek, helemaal als je naar een volgende generatie wil brengen, dan zul je die content wel op een andere manier moeten gaan verpakken. En dan is VR-technologie is dat natuurlijk wel een hele leuke. Ja, mensen vinden het leuk om zo'n bril op te zetten, dus dan combineer je een beetje dat het ook leuk kan zijn, maar wel dat je het verhaal ermee kan vertellen. Ja, heel veel data die past niet op elkaar, dus zeg maar de stekker en het stopcontact, dat wil niet, dus je moet het dan aan beide kanten lopen bijveilen. Nou, daar ben ik nu aan in het helpen, want onze lead programmer die ligt al een paar uur op één oor. Maar we kunnen toch nog wat doen ondertussen. Ja, het is 2:10 en we hebben de eerste bug te pakken. Is... En aangezien wij van de crew zijn, moeten wij iets met deze bug. Dus weet jij het? Je moet hem oplossen. Dat doe je met bugs. Hè? Ja. Ja, ik ga gewoon lekker door. Nee, het gaat echt wel goed. Ja, ik heb denk ik een dik uur gelegen, dus ik was wel even weg. Maar ik weet niet of dat nuttig was of onhandig. Verder dan halverwege, dus dat is positief. Simpele dingetjes, plaatjes toevoegen, wat meer content toevoegen, wat meer uitleg en descriptions. De eerste versie die werkt al. Ja. Hoe laat is het nu? 11:15. Waar hoop je nou nog bij uit te komen vanavond? Bij ons hotel. Ja, gaat goed. Tot een uur geleden had ik een soort van een dipje. Toen denk ik van nou, ik ga eventjes plat ga ik even liggen. Maar toen had een van de teamleden had mij mentale steun nodig. Dus ik denk nou, dan dekentje maar over me heen en dan naast gaan zitten en ja, gewoon aanwezig even zijn. Ja, en we merken dat het internet niet echt heel snel is hier. Ik denk dat je het al wel meer hebt gehoord. En dan op een gegeven moment, ja, dan zoek je even meer aan het googlen. Meer Dr. Google aan het spelen en dan duurt het wat langer. En soms frustreert dat een beetje, maar ja, het heeft ook wel eens je charme natuurlijk. Ja, en in the middle of nowhere, ja, dan kun je niet verwachten dat je daar supersnel internet hebt. Dus dat hoort er ook gewoon bij. Er zit wel een bepaald sfeertje eigenlijk en dat zorgt wel een beetje dat je... Ja, wat innovatiever wordt en dat je dan geïnspireerd raakt. Ook door dingen die aan de muur hangen en bepaalde objecten die in het pand staan. Hopen dat de afgelopen 10 uur niet voor niets is geweest? Nee, precies. Het is echt nog maar de vraag of het allemaal gaat werken. En het gaat nog even duren voordat we er zeker van zijn. We zijn nu met de laatste bugfixes bezig. Ja, ik ben wel eens 3 dagen lang met de laatste bugfixes bezig geweest. Oké, dat is waar, maar ja, ik weet niet, ik ben een soort van optimist. Okay. Misschien komt dat we slaap gewerkt, maar dat merken we wel. Ja, nee, dat doe ik graag aan. Ja, en omdat het toch maar 1 nacht is, kun je ook een keer iets geks doen wat je normaal niet zou doen. Ja, zeker.
dus de precieze uitdaging is eigenlijk heel stom. Want we hebben dus datasets die open zijn en waar mensen hun best voor hebben gedaan om die op het web te krijgen. Maar om de data nu, die dus eigenlijk gewoon beschikbaar zijn, maar om die toch aan elkaar gelinkt te krijgen, is toch weer heel veel werk nodig. Het is niet altijd goed gedocumenteerd of het staat in formaten die niet gangbaar zijn. En, we mogen heel blij zijn dat al die mensen die data online hebben gezet. Maar eigenlijk zijn we nu met iets heel simpels bezig. En dat is gewoon de data te transformeren op zo'n manier dat we echt alles aan elkaar kunnen linken. Het is natuurlijk gewoon een leuk soort challenge van hoe kan je iets bouwen en jezelf slopen tegelijkertijd. Erg poëtisch.